Ik ga dus toelichten van waarom besteden we hier extra aandacht aan dunne vezelneuropathie. Een vorm van polyneuropathie die toch nu niet het meest voorkomende is, maar eentje die wel veel vragen oproept en die ook voor veel klachten kan zorgen. En je zou kunnen zeggen, als iemand ergens last van heeft, ja, waarom is het dan niet altijd meteen duidelijk wat er aan de hand is? Ja, soms ligt het heel simpel. Ja, dan is een bepaalde klacht is gewoon heel duidelijk, zowel voor iemand die er last van heeft als voor een dokter, om te zien waar het vandaan komt. Alleen af en toe is het wat moeilijker. En sommige mensen die zitten echt met heel veel problemen dat je aan de buitenkant niet ziet. Dat ze zelf niet goed kunnen duiden waar ze last van hebben. Maar dat ook de dokters niet goed begrijpen wat er aan de hand is. En zeker niet als mensen met een hele lange lijst van klachten komen, waarvan niet altijd duidelijk is dat die door dezelfde ziekte veroorzaakt kunnen worden. Dus vandaar nog even een overzichtje van de soorten klachten waar mensen met een dunne vezelneuropathie, een vorm van zenuwschade, last van kunnen krijgen. Nou, ik zeg al, het is zenuwschade en dat kan zorgen voor pijn. Een heel typisch, een brandende pijn die bijvoorbeeld ontstaat in de voeten en wat op kan klimmen naar de benen of ook ontstaat in de handen. Waarbij ook prikkelingen of stekende pijnen vaak bestaan of schietende pijnen. Maar heel verwonderlijk ook een gevoelsverlies. Dus aan de ene kant spontaan gevoel van branderigheid, maar aan de andere kant juist het niet goed kunnen voelen of iets scherp is. Het niet goed kunnen voelen of iets heet of heel koud is. En daardoor juist zelfs verwondingen op kunnen lopen. Niet alleen het gevoel is iets wat door de zenuwen bestuurd wordt. Ook de organen worden aangestuurd door zenuwvezels. En heel specifiek is bij een dunne vezelneuropathie het ook heel mogelijk dat dus verschillende organen ontregeld raken. Omdat de autonome functies, de functies die normaal gesproken helemaal vanzelf lopen, ja, dat niet meer normaal doen, niet meer soepel geregeld zijn. En zo kunnen mensen last krijgen van hartkloppingen of maag-darmklachten, hele trage maagontlediging, waardoor je merkt, ik heb de hele dag een opgeblazen gevoel, ik kan maar kleine maaltijden nuttigen. Of ontregelde darmen met plotse diarree 's nachts. En of heel afwisselend ontlastingspatroon dat mensen eerder nooit hadden. Of hele sterke duizeligheidsklachten. Kijk, veel mensen kennen wel als ze een periode gelegen hebben, of het is warm en je zit en je staat op, dan word je licht in je hoofd, word je duizelig. Maar heb je dat in hele extreme mate, elke keer als je opstaat, dan kunt u zich voorstellen dat dat toch wel heel erg belemmerend is en dat je je ook afvraagt, waar komt dat nou van? Nou, en dat kan dus komen doordat de bloeddruk niet meer goed aangestuurd wordt bij een zenuwschade. Zo ook het zweetpatroon, wat bijvoorbeeld in de voeten helemaal verdwijnt en dan ineens in het bovenlichaam of het gelaat heel sterk optreedt. Of juist hele droge ogen en droge mond. En ook dingen waar mensen het niet altijd durven over te hebben in de spreekkamer en waar ook artsen het vaak niet over durven te hebben, zoals seksualiteit. Veel mensen staan nogal te kijken als een dokter ineens vraagt van, goh, en hoe gaat het eigenlijk met vrijen? Wordt u vochtig als u opgewonden bent of krijgt u wel erecties? En dat zijn dingen die we juist vragen als we denken dat er sprake kan zijn van een dunne vezelneuropathie, omdat ook dat soort functies aangestuurd worden door dunne zenuwvezels en dus verstoord kunnen raken. Kijk, heeft iemand veel pijn, is die alsmaar moe, dan kun je je ook voorstellen dat er geen zin is. Maar daarnaast kan er dus ook echt een probleem in de storing van de aansturing spelen. Omdat het soms heel moeilijk is om goed vast te leggen van ja, hoe erg zijn de klachten, hoe uitgebreid zijn de klachten. En omdat je dat zeker als je onderzoek wil doen, heel precies wil weten om ook mensen goed te kunnen vervolgen, worden vragenlijsten ontwikkeld. Dus veel mensen die worden doodgegooid, zeg maar, met vragenlijsten om nou eens precies op te schrijven van wat is het nou en geven ze een cijfer aan die pijn. Dat is heel moeilijk, maar het is ook voor ons heel moeilijk als je in een witte jas achter een tafel zit om even heel snel goed op te schrijven van ja, hoe ernstig is het nu? En we proberen dus ook vaak vragenlijsten te ontwikkelen om goed te vangen wat voor problemen er precies spelen. Nou, behalve iemand uithoren over waar die allemaal last van heeft, doet een neuroloog natuurlijk neurologisch onderzoek. Nu is het grote probleem dat bij een dunne vezelneuropathie er eigenlijk weinig te zien is aan iemand. Wat dokter Mekies al illustreerde, is dat mensen vaak met klachten komen
En dat er dan soms wel gedacht wordt van, hé, misschien is er wel sprake van zenuwschade. Maar dat dan de meest voorkomende testjes die mensen doen om naar de zenuwen te kijken, dat die normaal zijn. De spierkracht bijvoorbeeld, die is in principe normaal. Je krijgt geen echte verlammingsverschijnselen van een dunne vezelneuropathie. De reflexen, die zullen ook normaal blijven. En ook het voelen van zo'n trilling, dat is ook goed. Maar wat mensen soms merken, is dat als je prikt, dat dat veel minder scherp aanvoelt. En dat ook de ledematen verkleurd kunnen zijn. Bijvoorbeeld knalrode handen of knalrode voeten. Daar is gelukkig ook aanvullend onderzoek om vast te stellen van, is er sprake van zenuwschade. Nou, elektromyografie en zenuwgeleidingsonderzoek, dat zijn onderzoeken waarmee de dikke zenuwvezels doorgemeten worden. Daar komt dokter Hoeymaker straks nog over te spreken. Maar dit is een onderzoek dat we dus gebruiken om met name vast te stellen welk type polyneuropathie kan er zijn en ook om dus wat dingen af te strepen. Dus je kunt zich afvragen, ja, waarom is dat nou nodig? Als je denkt aan een polyneuropathie, een ziekte waarbij veel zenuwen zijn aangedaan, waarom ga je dan niet gewoon kijken naar alle mogelijke onderliggende aandoeningen? Dat zijn er nogal veel. En daarom proberen we met behulp van al de verschillende onderzoeken een goede onderverdeling te maken. En dus ook te kijken, nou, is er sprake van een mengbeeld, dunne en dikke vezels, of puur dikke vezels, of puur dunne vezels. En daarom zal dus ook over het algemeen begonnen worden met een zenuwgeleidingsonderzoek. Zoals gezegd, de dunne vezels meet je daar niet mee. Als die kapot zijn, kan dat zenuwgeleidingsonderzoek volstrekt normaal zijn. Maar, wat ik al eerder zei, mensen met een dunne vezelneuropathie, die kunnen merken dat het temperatuurgevoel is afgenomen. Er is dus een test ontwikkeld waarbij blokjes op de huid geplaatst worden, die geleidelijk warmer of kouder worden, waarbij de mensen dan zelf aan moeten geven, oké, nu voel ik een verandering op. Ja, ik voel wel of niet dat die warmer of kouder wordt. Dit is wel een onderzoek dat veel concentratievermogen vereist. En dat betekent dus dat dat wat beperkingen heeft. Als je erg moe bent of het onderzoek duurt erg lang, kan het zijn dat het moeilijker is om dat goed uit te voeren. Dus er wordt ook gezocht naar onderzoeken waarbij je zelf niet heel veel hoeft op te letten. Zoals het Contact Heat Evoked Potential onderzoek. Daarbij wordt dus niet een temperatuur aangeboden waarbij je gevraagd wordt, voelt u het? Maar er wordt een soort van hitteprikkel toegediend. Ook weer met een blokje op de huid. Dat voelt als een soort speldenprik. En de prikkel die wordt dan voortgeleid via de zenuwen en opgevangen eigenlijk met elektrodes bij de hersenen. En dan kijken we dus, dan komt dat door en hoe snel en hoe goed. Dit is echter een onderzoek wat waarschijnlijk een enkele van u al ondergaan hebben, maar waarvan we nog heel erg aan het bekijken zijn. Wat is nou normaal? Dus misschien dat sommigen vragen, nou krijgen we straks ook de uitslagen. We hebben ze vanmiddag nog niet voor u. Maar we zijn dus nog heel erg bezig met precies vaststellen wat normaal is en wat niet. Voor de huidbiopte daarentegen weten we dat al wel. Want de eerste onderzoeken, dat zijn dingen waarbij je dus temperatuur toedient. Maar we weten, temperatuurzin is ook niet alles. En sommige mensen hebben gewoon goede temperatuurzin. En de vraag was, is er nou niet nog een andere manier om vast te stellen of er een probleem is met die dunne zenuwvezels? Nou, een deel van die dunne zenuwvezels eindigt als kale eindtakjes in de huid, in de opperhuid. Dus als je een stukje van die huid wegneemt en dat in hele dunne plakjes snijdt en bewerkt, zodat die zenuwvezels zichtbaar gemaakt worden, dan kun je kijken naar de vezels in de huid. En er lag hier een pointer. Hier zien we, dit is een enkel. Dit is gejodeerd, dit is een euro. En om te zien, dit is de grootte van het huidbiopt. Het stukje huid dat we weghalen voor dat onderzoek. Dat gebeurt onder lokale verdoving. En het hoeft daarna ook niet gehecht. Het duurt wel een poos voordat het weer netjes dicht gaat. Maar bij mij heeft het geen duidelijke littekens achtergelaten. Maar misschien kunnen we straks vergelijken met mensen in de zaal. Hiernaast zien we dan een opname van hoe ziet het er dan uit als we dat bekijken onder de microscoop. Hier is met een lijntje weergegeven, dat rode lijntje, dat is echt het bovenste oppervlak van de huid. En dit stuk, dat is de opperhuid. Dan zien we hier die zwarte lijn, dat is een
vezel die aankomt lopen, een dunne zenuwvezel met eindtakjes. En wat we dan doen, is kijken hoeveel eindtakjes zitten er in die opperhuid. Het is namelijk gebleken dat mensen met een dunne vezelneuropathie, dat daar het aantal vezels vermindert. Dat die kennelijk op de een of andere manier kapot gaan of afnemen. En dat dat gepaard gaat met dus klachten. En dat klinkt heel gek, hoe kun je nou pijn hebben van iets wat er niet is? Maar toch is het zo. En we moeten dan ook weten van wat is wel en niet afwijkend. Net als met die contact heat evoked potentials, moesten we van de huidbiopte goed vaststellen. Wat is nou een normaal aantal zenuwvezels? En dat betekent dat we eerst in samenwerking weer met Dr. Lauria uit Italië hebben gekeken. Wat is nou een normaal huidbiopt? En hoe hoort dat eruit te zien en hoeveel vezels zitten daarin? En vooral ook, als ik zo'n huidbiopt bekijk en ik kom tot een aantal zenuwvezels, zegt dokter Faber dan hetzelfde? Of tel ik er 15 en zij 5? Want dan heb je niks aan dat onderzoek. Dus wat we hebben gedaan is van 188 gezonde mensen de huidbiopten onderzocht. En ook van een heel aantal sarcoïdose patiënten. Om te kijken of die dan een ander aantal vezels hadden afhankelijk van de klachten. En ook gekeken als ik naar die huidbiopten keek of een andere arts naar de huidbiopten keek, kwamen de uitslagen dan overeen. Nou, er zijn een aantal dingen die naar die studie duidelijk naar voren kwamen. Ten eerste, de uitslagen die kwamen tussen de artsen goed overeen. Maar ten tweede, heel belangrijk, mannen en vrouwen verschillen in het aantal zenuwvezels. Het is al vaker gebleken dat vrouwen op sommige punten gevoeliger zijn. Niet zozeer emotioneler, daar hebben we het nu niet over. Maar dat ze sneller voelen of iets warm wordt. Dat ze sneller voelen of ze aangeraakt worden. En dat hangt misschien wel samen dus met het aantal vezels in de huid. En misschien door de hormoontoestand van vrouwen. En het blijkt dat vrouwen hebben meer zenuwvezels, maar ook als mensen ouder worden, hebben ze er minder. Dus we hebben een tabel opgesteld voor wat vinden we nou de ondergrens van een normaal aantal zenuwvezels. En als we dus bij iemand een biopt afnemen en dat gaan bekijken, dan gaan we tellen hoeveel vezels we zien per millimeter huid. En dan kijken we in de tabel naar de leeftijd en dan kijken we, is dit verlaagd of is dit normaal? Hoe stel je nou dan de diagnose dunne vezelneuropathie? Ten eerste moet iemand natuurlijk klachten hebben, want het is natuurlijk goed mogelijk dat iemand toevallig wat minder vezels heeft, maar helemaal geen last daarvan heeft. Daarnaast zeggen we, behalve de klachten willen we graag zien dat er bij het onderzoek ook ondersteuning is voor de diagnose dunne vezelneuropathie, door of een afwijkend temperatuurdrempelonderzoek of een verlaagd aantal dunne zenuwvezels in het huidbiopt.